Ik ben Mienke Elisa Brands van Dansatelier 42. En wat gaat hier gebeuren? We gaan zo meteen een verhaal dansen. Dus ik ga de kinderen vragen of ze meegaan in mijn verhaaltje wat ik heb geschreven. En om dat helemaal uit te dansen. En dat in het kader van de? Kinderboekenweek, ja, tuurlijk. Ja, en het is een heel leuk thema, raar maar waar. Dus wij doen een hele rare dans. In kasteel, weet Mama. Ik veel, wonen 7 toveroenen. Ze gaan struikelend door de dag op hele rare toverschoenen. Ze toveren hier en ze toveren daar en soms ook met een staf. En opeens werden muizen rollende pompoenen. Nou, dat is nog eens maf. Ik gebruik muziek van Dansen Macabre. En dat is gewoon al heel sprookjesachtig en wat spannend. En het verhaal wat we gaan dansen is, ja, daar komen wel wat spoken in voor. En tovenaars met rare schoenen. En nou ja, er mislukt wel eens wat. Dus het wordt wel grappig, denk ik. In ieder geval een beetje raar. Ja, ja, heel raar. En uiteindelijk verdwijnen alle letters door de regen. En dan is er helemaal geen verhaal. Dan zijn de bladzijden weer leeg. En dan kunnen we opnieuw beginnen. En dan rollen alle druppels.